Nou, ik vind dat halster nog steeds niet lief. Stomme halster. Dwij is het saai. Ik kan helemaal niks doen hier. Ik wil het leuker. Dan kon ik tenminste rennen. Hier ren ik een paar passen en dan staat er alweer een hek. Hoi meisje! Ja, ik ben jullie geliefde IJsland Bonnie! Wacht even, hoe durven jullie paarden hier stil te zetten? Dat is echt zo onbeschoft. Hé, bang die IJsland Bonnie! Oh nee, daar komt niks van in. Dag Peter! Wat ben jij, een kleine pony? Ik ben een Welsh. Oké. Piep. There we go. Bombarda! Come on. Wow. Dat hele hek is gebombardeerd. Ja. Joepie. Ja, dat is wel vaker. Dag mensen, bedankt voor jullie gastvrijheid. Of moet ik zeggen, gastpaardheid. Koeien! Daar! Koeien! Koeien zijn eng, ja. Want die zeggen boe! Eng? Niet eens streng! Hallo, ik heb me nog niet eens voorgesteld hier. Jij gaat hier lopen wegrennen in de zo op paardschot. Ik moet gewoon eventjes wegkomen van die mensen. Ik ga dat halsetje even afscheuren. Dat zit echt irritant. Dat kan ik wel doen. Dat kan ik wel doen. Oké. Okay. Hier ben ik. Joepie. Vrij. Ja, maar ik ben zo dubbel. Ik ben Lucky. Dat is dik. Nou, Lucky. Mijn mama is dood. Zoals ik waarschijnlijk had gezien, heb jij die op dit moment geen woonplaats meer. En omdat je gebakken hebt gebakken ervoor. Ja, en mijn mama is dood. Geschoten. En dat vind ik niet lief van de jagers. Ah, mens! Mens! Ja, dit was het volgend jaar. Hoor je die dan? Dat was een paardje met die geschoten. Oh man, als je dat zo nodig wilt, Potego. Ben je nou happy? Wat betekent dat nou weer? Ah, laat maar later. Oké, kunnen we hier nu weg? Hoeveel paardjaartjes ben je nou? Ik heb 3. Ja. Laten we hier gauw weggaan. Ik vind het hier eng. Oké, dan. Ben je trouwens 3 of ben je bijna 3? Ik ben 3. Oh, ik weet niet of je echt verjaardag geraakt hebt. Want ik kan namelijk alleen. Ik kan daar aan de geen, hoe heet je dat ook? Oh ja, muggelpaarden zien. En je krijgt de power pas wanneer je 3 wordt. Dat vind ik niet effectief. Wat ook maar goed je kunt zien. Nou ja, ik ben er over een maand 3. Niet over je leeftijd, wie doe je? Oh wacht, ik kon er ook even denken aan die lepje ook even zeggen, maar dat was te luisteren. We kunnen net op ons leven. Hier zijn 2 jagers minder. Wat? Waar moeten we dan heen? Waarom zijn jullie tussen jagers? Was het in de Pandorische bos? Maar. Pandora was het? Dat leer je als je 3 wordt.
daar moet ik ook van houden. Want ja, er zijn namelijk niet alleen tegenovergestelde van bukkelpaarden, maar ze hebben ook tegenovergestelde van bukkelmensen. Alleen in het Nederlands heet ze daar de reuzels. Ik ben domme dame. Wie doet ze soort ook de reuzels? Maar ja, ik word altijd gevangen over door die mensjes. Nou, ik word ook altijd gevangen door mensjes. Ik ben domheid en. Oh, en wist je dat vier wevels van de slangen? Echt raar. Ik heb er een keer echt een mega slang gezien. Echt raar. Maar... ze zag er wel cool uit. Maar dan vies je, had ik ook iets over die ene slang. Daar was er iets van lekker. Een koe! Deze lag een koe. Ja, ik heb voor die mensen. Nog een mens. Sorry, ik ben mijn tijd verdraaid kwijt. Je hebt tijd waar wat is? Laat maar. Als je vijf wil zijn van die koe, moet je mij naar die, laat maar gaan. Mensen, waarom zijn er overal in de wereld mensen? Oh, dit zijn de domme mensen. Dit zijn... Wizards and witches. Wizards and witches? Wat betekent dat nou weer? Ik kan geen... Oh, je noemt jezelf zelfs een... Oké, okay, ik vind het hier eng. Nee. Daar staat hij alleen in de bak. Dit is trouwens magic dust. Wacht, hier kan je niet uitklikken zomaar. Kijk daar, het pleziertje. Nou, die zitten we opgeslankt. Thomas, hoe heet die mensen ook weer? Er zit echt een puntje op mijn tong. Nee, ik kom er nog steeds bij. Ik was hier vangen. En dan heb je een poppie in het tong. Er zit een Will, en er zit een IJsdag Pony. En dan een Tinker, en dan zit een Quarter. Dat heeft mama allemaal verteld. En dan is een mens! Met een puppy! Een puppy! Dat is zo vet, alleen de andere kant. Ik haat je zo vet. Hey, dat werkt, kom mee! Oh, ik kom. Nou, nu is de dek weer dicht. Jai. Oh, dat kan ik wel. Ik kan nog iets goeds. Wow. Het zijn allemaal undercovers. Ik trouw deze mensen niet. Oké, ik vertrouw niemand. Alleen jou. Hallo gekke kar. Met bloemetjes, ik vertrouw jou niet. Ik vertrouw die kat niet. Weet je dat het een... Ik weet nog niet dat hij jong voor bent, maar dat is een hert. Wat? Is van blablabla bla, bla, of zo. Oh ja, kijk vooral uit met mensen die streepjes hebben. Allemaal kijk uit als ze iets van akla dingen zeggen. Oké. Okay. Dan moet je gewoon wegbrengen, want anders word je vermoord. Oké. Okay. Dan kunnen we hier weg, ik vind het eng. Dat ligt niet kostuum niet. Daar zitten namelijk niet undercovers en die zijn nog enger dan deze mensen. Dus eigenlijk moeten we hier blijven wachten. Ja, oké. Okay. Nou ja, wat kunnen we nu dan doen? Undercovermens? Volgens mij heet dat mens in echt iets van Bellatrix of zo? Weet je wat allemaal hebben? Bellatrix heeft mama me een keertje over verteld. Plannetjes potion. Dat hebben deze undercovers in. Kom hier. Wacht, ik weet de enige plek waar ze niet kunnen horen. Deze stal heb ik namelijk gebouwd, maar zij denken dat hij het heeft gebouwd. Dat mens, dat zwarte mens daar is niet undercover, zie je dat? Oh man, hij is een half undercover. Ze heeft gewoon andere kleren aan. Mij heette die Narcissa of zo. Narcissa wat? Narcissa wat is? Narcissa Malfoy. Ik bedoel hetzelfde stal, maar kan ik je Nee, dat is een onzichtbare muur. Wel, die deur ging je. Magic, de magische deuren. Kom erin! Oh, Ik heb een deur geopend zonder iets te doen. Ja, oh, een beetje. Nou, wat zal ik even vertellen? Oh ja, we hebben nu kort iets te mij gehouden bij magische paarden.
wel eventjes hoor. Nou, oh ja. Je was eens aan het vertellen over die Bellatrix met dat tolletje. Nee, daar was jij het over aan het vertellen. Nee, jouw mama had het over verteld. En ik dacht dat jij bent het vertellen wat je mama had over verteld. Nou, ze zei dat Bellatrix een of andere dooddoener was. Oh ja, dat was het. Dit zijn allemaal dooddoeners. Ja? Die zijn niet slecht. Daar geef ik antwoord op als je er niet was. Ik denk het wel. Nou, vinden de mensen het leuk dat er twee paarden in één stal staan? Pas wel. Dan ga ik wat kieltjes hangen. En daar staat nog een pony. Dat is een verraderlijk pony. Dat is die ene slag waar ik het over had met ponytjespootje. Maar we kunnen samen een koudje ponytjespootje hebben. Wisseldrank? Ponytjespootje. Dat is dat jullie wacht. Hoe kan een mens die een zwart is, komt het in de paard van de bij? Hoe? Who cares? Ja, niet in me. Magie is raar. Nee, wacht. Waar was Hogwarts ook weer? Oh ja, teleporteren kan ik niet. Hogwarts, heb je daar ooit van gehoord? Ja, mama heeft er wel eens over verteld. Wie was jouw mama dan? Misschien ken ik haar wel. Mijn mama? Geen idee. Oh, Limbo! De achternaam weet je toch wel? Wat is je eigen achternaam? Weet ik niet. Maar mijn mama is in ieder geval dood. Vertel ons, wie was jouw papa? Dat weet ik niet. Mama zei nooit wie ze was. Ze zei altijd dat ze mama was. Kom op, vertel je achterpoedje. Wat hoort je papi dan? Dat weet je wel. Papi zegt altijd een naam. Mijn papi? Hoe weet jij wie mijn papi is? Wacht, ik weet het en jij weet het ook, dus vertel het me gewoon. Jij spion. Je bent de hele tijd bespioneerd, hè? Nee, alleen Trollop die is blij. Wat is? Trollop die. Dat is een soort van, weet ik veel, toekomstverspijder? Ik snap het niet. Laten we maar wachten tot ik 3 ben, dan snap ik tenminste meer. Ze hebben allebei zo'n eenhoornhoofdse om. Kijk, of ze zijn niet één. Behalve als je achternaam, de achterpoddaam, Lucky Pori is. Een Pori? Nee. Oh boy, dan ben je ook geen kind van James of Lily. Nee. Oh boy. Dat weet ik niet. Wat vertel het gewoon, paard? Ik weet het niet! Altijd is het zo irritant. Dat zeg ik het niet echt, hè, als je niet vertelt. Of beter toch, ik zeg dat Ja, wat ga je dan? De wat is? Ben jij ook slecht dan? Nee. Maar ik wil dat jij niet. Ja! Er zitten mensen in ons stal! Ik wil dat jij je daad vertelt. Nou, ik heet Lucky. Je achternaam. Wat is nou weer een achternaam? Wie weet dat nou weer niet? Mama was ook een dooddoener.
Maar ik kan niet. Ik wil geen dood dingen doen. Ik wil geen dooddoener zijn. Zo, wie was jouw babbelkoffie? Ik weet het weer. Bellatrix. Alleen dan in de paardvorm. Hey, Bobby is ook Bellatrix. Ben jij dan mijn broertje? Dat denk ik, want ik had wel een broer. Alleen mama heeft me nooit over verteld. Ik ben mijn kleine broertje. En jij bent mijn grote broer. Hey, jij wil papa daar nooit hardop uitspreken. Nee, ga ik ook nooit doen. Want dat mag niet van Bonnie? Maar boek haar. Hey, pap. Vindt het een beetje ons hier al aan? Ik ga het proberen. Ja. Hallo, Bora. Hoi mensjes! Mensjes! Mensjes, ik ben niet bang voor jullie! Zeg, Roos, hapje, waar ga je heen? Zo. Ik ben niet bang voor de boze dooddoeners. Ben niet bang. Ben niet bang. Ben niet bang voor de boze dooddoeners. Ben niet bang. Na, 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 na. Wist jij dat Bambi is het half curly en heel krullerig. Oeh. Maar vooral haar baden. Dat wist ik niet. Oh, hoe kan jij dat? Ja. Ik kan dit. Dat is toch niet knap? Het is gewoon een beetje dat ik tijd. Ik had een beetje tijd. Ik ook hoor, kijk. Waarom kan je ook een beetje met tijd? Waarom zou je dat koesten? Omdat het leuk is. Omdat ik gebruik ik het meestal als speelse stijger, niet als foute stijger. Ik ben niet bang voor de boze dooddoeners. Ben niet bang, ben niet bang. Ben niet bang voor de boze dooddoeners. Ben niet bang. Oh, hallo, Narcissa. Er komen nu namelijk, hoe zeg ik dat? Doodstralen? Nee, de andere mensen. Oftewel, ik op een soort van witharding mensen waar. Oh, nou. Er dood naar oorlog. Run. Run. Wingardium Leviosa. Yo, Wingardium Leviosa. Zo, alsjeblieft kan je het hier gewoon laten. Joepie. Oh nee, daar komen de goede rikken al. Snel, ik ben er. Ik ben er zoveel Bellatrix, doe mij niks. Doe mij alsjeblieft niet. Hallo veuletje, jou ga ik nu niet redden, want daar heb ik geen zin in. Want ik word achtervolgd, denk ik. Ik durf niet te kijken. Oh, jij bent. Of you. Oh, ik hoop bij Peter. Hoop bij Peter. Ze zijn weg. Hoi. Nou ja, mijn nieuwjaar woordpurs is straks. En. Nou ja, over baardje begint al. Want ik moest helaas naar hoofdpurs. Oh. Maar, dat is. Kijk, ook je ook dan kan je ook naar hoofdpurs komen. Ja. Mm-hmm.
zitten. Ik heb nieuwe familie op mij. Ik ook. Wacht, laat je hier stilstaan. Ik moet nog eventjes daar in de paardenplasje doen. Oké. Okay. Kijk vooral niet daarbij. Oké. Okay. Kijk niet. Oké, dan ga ik maar wachten. Ik heb geen idee wat hij aan het doen is. Nou ja. Oh, bijna klaar, bijna klaar. Ben niet bang voor de boze dood. Ben niet bang. Ja, maar nou echt wel. Nou ja, ik ben bang voor de goede rikken. Ik ben wel bang voor de goede rikken. Ik ben wel bang. Want ik ben geen van beide. Ik ben ik. Ik ook. Waar was je? Oh ja, je was toch voor de brug? Ja. Kom ik even naar de brug toe. Ja, nou is op de gekruispunt. Ik ben trouwens bij de brug. Heb je een mens op je rug? Niet boos worden, niet boos worden. Oh, kom maar. Nee, dit is zo niet. Dan word ik boos. Waarom heb je een mens op je rug? Dit is Delphie. Delphie, wie? Ze is de menselijke ons. De menselijke ons? Hallo, ja, menselijke ons. Hoi. Een menselijk ons, weet je misschien een veilige plek? Tuurlijk, voor mij. Oh ja, dat moet ik je nog laten zien. Wacht, ik waag niet een bandje zo dadelijk. Oké. Okay. Daar de basis is een body stand. Paarden, body. Het is een soort van, ja, chill plek. Het is een soort van de chill plek van de hoppers. Oké. Nou, ik moet eten, dus ik zie, ja, ik zie Sophie en jullie bij de volgende video. Doeg!